Maar wat we wel kunnen krijgen zijn vuurogen. Ah! Yo Nintendo fans, yo Pikachu Army, super tof dat jullie komen kijken naar deze gloednieuwe Pokémon serie op dit kanaal. Wil jij ook bij de Pikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis hier zo op YouTube, dus kan je gewoon even doen. En in deze nieuwe serie ga ik alleen vuur-Pokémon gebruiken om Pokémon Shield uit te spelen. En het leuke is, ik ga deze vuur-Pokémon ook noemen naar andere YouTubers. Dus dat is wel geinig. Dus jullie mogen allemaal namen gaan verzinnen voor vuur-Pokémon. Laat het even hieronder weten in de comments. Welke vuur-Pokémon is welke YouTuber? Ik ga in deze video's niet heel erg focussen op het verhaal. Wil je het verhaal zien van Pokémon Sword and Shield, dan kan je mijn andere video's kijken. De playlist komt nu hier ergens in beeld in de informatiekaart. Want ik heb Pokémon Sword natuurlijk al helemaal uitgespeeld en daar een serie over gemaakt. Maar nu gaan we beginnen met de Fire Type Only Challenge. Ik heb de game al opgestart tot het punt waar ik mijn eigen Pokémon mag kiezen. En dat wordt natuurlijk dan deze vrolijke rakker, onze Scorbunny. Scorbunny is een fire type. Ja, dat weten we. Dat is de bedoeling van deze challenge, jongens. Wij gaan deze Scorbunny gebruiken. Maar goed, welke YouTuber past bij deze Scorbunny? En weet je wat? We beginnen gewoon met mijn makker Ronald. Ronald, jij wordt gewoon de teamcaptain in deze serie, jongen. Voel je vereerd, vriend? Voel je vereerd? Ja! Daar is die! Box Ronald. Ja, en natuurlijk neemt Hoppy dan Grookey. Grookey wordt de Mattie van Wooloo. Nou, oh, en Sobble gaat lekker met Leon mee. Sobble gaat aan het eind van deze game echt voor problemen zorgen, denk ik, bij ons jongens. Ik ben nu al bang voor deze Sobble. Sobble is natuurlijk water en dat wordt ontzettend moeilijk om die te counteren. Oh man. Water en grond Pokémon, dat wordt zo moeilijk om die te verslaan. En in de tweede gym hebben we straks natuurlijk al een water challenge. Want dan moeten we gewoon even tegen Nessa en haar water Pokémon. Ik maak me nu al zorgen voor de tweede gym, jongens. Alright, en daar gaan we. De allereerste battle van onze Scorbunny. Grote vriend Ronald mag het gaan opnemen tegen hem. Ik ben wel echt benieuwd welke Pokémon we allemaal gaan vangen op dit avontuur. Want volgens mij duurt het best wel lang voordat je eerste Fire-type Pokémon tegenkomt. Volgens mij is dat letterlijk weer Rolly Colly. We hebben natuurlijk in het vorige avontuur in Pokémon Sword hebben we een Rolly Colly gevangen. En die hebben we toen geëvalueerd in een Carcol. En die hebben we ook gebruikt tot aan het einde van de game. Ik denk dat we die weer nodig hebben. En natuurlijk in de derde gym. Ja, dat wordt straks wel een feestje, jongens. De derde gym wordt een feestje. Want daar mogen we wat meer Fire-type Pokémon gaan vangen. Ik ben benieuwd. Volgens mij moeten we het heel lang alleen met Scorbunny gaan doen. Maar dat is geen probleem. Want hij fixt deze shit, jongen. Kijk hem. Hij pakt deze Wooloo gewoon gelijk aan, jongen. Leveltje 6. Hoppakee. Zijn defense is weer wat. Oh, volgens mij heb ik weer een Pokémon waarvan de defense niet goed is. Dat is wel een probleem, man. Hij is wel heel snel en zijn attack is heel hoog. Dus dat moeten we gaan onthouden. We moeten gewoon vol op de aanval gaan met physical attacks met deze Scorbunny. Oké, hoor, daar is die. Lemonkey, genaamd Grookey, die kunnen we pakken, jongen. We hebben nu Ember geleerd net. Dus met Ember gaan we deze Grookey slopen, jongen. Hoppakee. Ja, Hoppy. Hoppy scratcht ons even een beetje. Maar kijk, Ronald gaat dit fixen, jongens. Ronald, bam. Ember op de bakkes bij Grookey. En het is klaar, over en uit met Grookey. En ik denk dat Ronald naar level 7 gaat. Ja hoor, lekker Ronald. En zo begint onze Fire Type Only Challenge. Het begint in ieder geval goed, jongens. Oh snap. Ja, jullie weten wat er gebeurt, hè. Wooloo ontsnapt in het woud. Daar moeten we even nu naartoe. Let's go. Ja, en in het eerste stuk kunnen we sowieso niet heel veel nieuwe Pokémon gaan vangen, volgens mij. Want hier zijn gewoon geen vuurtype Pokémon te vinden. We hebben hier eigenlijk alleen maar insecties en vogels en eekhoornachtige Pokémon. Die moeten we wel even gaan battelen. En dat is alleen maar goed, want we kunnen alle XP weer gebruiken. Kijk. Ja, deze mogen we dus bijvoorbeeld niet vangen. Helaas, helaas. Squawk. Valt jullie trouwens op dat ik echt een super rode achtergrond heb? Dat heb ik natuurlijk gedaan omdat het over vuur gaat. Deze hele serie gaat over vuur. We zijn on fire. We moeten ook fire kleding aan strakjes. Volgens mij hebben we contactlenzen waardoor we vuurogen krijgen. Die moeten we aandoen. Deze serie is on fire. En dat gaat deze rookie die ook merken, jongen. You shouldn't mess with fire type Pokémon. Je moet niet lastig doen tegen fire type Pokémon. Want je gaat down. Mijn fire team gaat dit fixen. En ik hoop dat ik nog steeds een stoer ben als ik straks bij Nessa kom. Want
Ik ben ontzettend bang voor Nessa. Dan moeten we volgens mij nu tegen een Scatterbucky. Maar eerst hoorden we daar zo Zamazenta of Zacian eventjes chillen. Vind het wel jammer. Oh nee, we moeten tegen een Squawfet. Ik wou zeggen, ik vind het wel jammer dat ik een Scatterbug niet mag vangen. Want Scatterbug is de meest epische worm Pokémon ooit. Scatterbug? Is Scatterbug nog epischer dan Caterpie en dan Weedle? Is Scatterbug zo epic? Ik vind het behoorlijk episch. Hij ziet er een beetje uit als een nerdworm. En ik hou van nerdwormen. Why did I say that? Oké, laat maar zitten jongens. Laat maar zitten. En door. Oh, en daar is de legendarische Pokémon. Het volgende gevecht is natuurlijk het epische gevecht. Tegen Zamazenta. Hij lijkt wel een beetje op Lycanroc. Zo in deze mist vind ik eigenlijk. Hij valt wel weg van Lycanroc. In deze vorm wel. In zijn ultieme vorm niet, maar in deze vorm wel. Ja, Ronald. Ik weet niet wat je gaat doen met je Ember. Ik support je, Ronald. Maar het gaat hem niet worden, denk ik, man. Deze Zamazenta kunnen we natuurlijk nog lang niet verslaan. Maar gelukkig laat hij ons natuurlijk wel leven, jongens. Kijk, daar zijn we. Lekker slapend op de grond. Heerlijk. Daar is Leon met zijn Charizard. En Charizard is een Fire-type Pokémon die we niet kunnen krijgen tijdens onze reguliere playthrough. Want die kan je pas ophalen op het moment dat je eigenlijk de game hebt uitgespeeld. Dus die kan helaas niet in ons team. Ik zal hieronder even een lijstje met Pokémon zetten die wel in ons team mogen. Sommige zijn misschien exclusief voor Pokémon's Shield en sommige voor Sword. Dus sommige kunnen we ook weer niet krijgen. Maar ik ben echt wel benieuwd wat mijn teampie gaat worden, jongens. Nou, ik moet nog eventjes mijn Scorbunny aan mijn moeder laten zien en dan kunnen we door naar het volgende dorpje. En we krijgen gelukkig nog wat zakgeld van mama. Super bedankt. Oh ja, we moeten natuurlijk eerst even naar de Pokémon Professor. Maar dan moeten we door dit gras. Wooloo. Nu komen we wel een Wooloo tegen, hè? In mijn hele Pokémon Sword playthrough ben ik geen enkele Wooloo tegengekomen. Wisten jullie het nog? Geen enkele Wooloo tijdens heel het avontuur. Toen mochten we Wooloo vangen. Toen wilde ik Wooloo vangen. En toen kwam ik hem niet tegen. En nu kom ik hem wel tegen. En nu mag ik hem niet vangen. Ja, lekker dit. Jongen. Bedankt, hè? Nou, dan is Wooloo in ieder geval goed voor de XP. Sorry Wooloo, later. Nu komen we hem gewoon wel tegen. En hoppakeetje, Ronald groeit naar level 8. Wat ik altijd doe, is gelijk even mijn aanvallen sorteren. Dat kan je doen door hier in dit minuutje even naar je aanvallen te gaan. En dan gewoon op A te drukken als je een aanval hebt gevonden. En dan zet ik altijd de beste bovenaan en de slechtste zet ik dan onderaan. Dat is wel handig voor in gevechten, want dan hoef je niet elke keer naar die aanval te sturen. Als je toch bijna altijd Ember wil gebruiken, kan je net zo goed Ember bijvoorbeeld bovenaan zetten. Zal ik even nog wat XP'tjes pakken. Laten we deze Tevil ook even verslaan. Tevil vind ik echt een super schattige Pokémon. Oh nee, Tevil. Dit is de evolutie natuurlijk. Dit is Nickit. Brain fart. Nickit vind ik leuk. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik van, hé, dit kan best wel een leuke, interessante Pokémon worden. Maar eigenlijk vond ik dat hij niet zo heel erg goed werd. Hij werd niet zo sterk. Hij kon niet echt het verschil maken. Vind ik jammer, want ik vind het wel een hele leuke Pokémon design. Een super schattig vosje. Maar bij mij werd hij in ieder geval niet zo heel goed. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Misschien hebben jullie wel andere ideeën? Denken jullie dat die wel goed is? Maar hij was die niet zo goed helaas. Zie je, nu hebben we hem ook verslagen. En krijgen we weer wat XP. Alright, go. Ik ben trouwens nog geen enkele Scatterbug tegengekomen. Zit die verstopt in dat bewegende gras dan? Ja, kijk, hier is die jongen. Hier is die, de man. Waarom zeg ik Scatterbug? Waarom ben ik in de war de hele dag vandaag? Jongens, ik ben ziek geweest, hè. Laat me met rust. Niet allemaal in de comments. Rick, het is Blipbug. Gaat toch wel gebeuren, dat weet ik. Ik zeg de hele freaking tijd Scatterbug, terwijl ik Blipbug bedoel. Lekker dan. Maar ja, ik ben dus ziek geweest. Daardoor zijn er ook een tijdje iets minder video's online gekomen. Ja, ik kon echt even niet opnemen. Als je ziek bent, dan gaat het hem gewoon niet worden. En als je dan net beter bent, dan ga je elke keer de verkeerde Pokémon naam zeggen. Blijkbaar. Oké, jongens, we zijn aangekomen in het dorpje. De Charizard staat daar nog lekker te chillen. Wij gaan eventjes hier naartoe. Zonder Blipbug. Maar met Leon. En hier gaan we even natuurlijk de Pokédex ophalen, volgens mij. Hehe, daar is Yamper. Ja, Yamper mag ook niet in het team. Sorry, Yamper. En we maken hier ook even kennis met Sonya. Toch wel een van mijn favoriete karakters hier in Pokémon Sword and Shield. En we krijgen hier inderdaad de Pokédex op mijn Rotom telefoontje. Thank you very much. Let's go. En door. Go, 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 go. We gaan er een beetje tempo in zetten in deze serie. Hoppy is ons hier ook weer aan het opwachten. En Leon is er ook weer bij. Oh, Leon moet weer even voordoen hoe je Pokémon vangt. Leon moet weer even stoer doen. Jongens, dit weten we toch al lang. Iedereen en zijn moeder weet hoe je een Pokémon moet vangen in dit spel, jongens. Oh, snap. Oké. Nickit is nu al level 7. Er zitten al sterkere Pokémon op deze route. We moeten een klein beetje voorzichtig gaan doen, misschien. Quick attack,
Cronaut. Lekker, man. Oh, Nicket doet ook Quick Attack. Oh, nee, oh, nee. Oké, we overleven het. We overleven het wel. En we verslaan Nicket. Nu krijgen we wel lekker veel XP. Nu gaat Ronald sowieso weer even een leveltje omhoog. Dat moet haast wel. Kijk, hoppakee. Level 9. Oh, we gaan sowieso niet tegen die Pokémon daar vechten. Dat is de voorevolutie van Dreadnought. Ik ben ook weer even de naam vergeten, jongens. Maar daar wil ik nu niet tegen vechten. Ik wil niet tegen water-Pokémon vechten. Laat me maar gewoon even lekker tegen Squawford battle of zo. Ik denk dat dit een beter plannetje is dan tegen die water-Pokémon. Daar heb ik echt geen zin in. Oh, snap. Hij heeft gewoon een berry. Oké. Hij gaat het ons moeilijk maken met zijn Orange Berry. Wat? Hij is gewoon weer helemaal vol HP. Dat is super nice. Dat is een behoorlijk chille ability. Hij hield gewoon nog even door op de berry die hij inneemt. Oh, dat is super nice. Ondertussen gaat hij ons lekker tackelen. Ja, ik denk dat we straks misschien wel gewoon... Nou, misschien hoeven we net geen potiontje te gebruiken. Ik neem wel een risico nu, hoor. Oké. Critical hitje. We hebben geluk. Doei, Squawbut. Gun me je even je XP, jongen. Oké, go eromheen. Ja, heel goed. Nu moet ik wel even een potion gaan gebruiken. Want we krijgen hier ons eerste gevecht met een echte original Pokémon trainer. En ja hoor, ook aan het begin van zijn Pokémon avontuur staat hij ons op te wachten met zijn mooie rode truitje. Hij heeft ook echt een super dope trui. Hij heeft gewoon een Squawford trui. Wat? Die wil ik hebben. Ik weet niet of deze Squawford ook een berry heeft, jongen. Is die net zo slim als die wilde Squawford? Dat is wel lekker. Dus Ronald kan hem gewoon lekker pakken. Hoppakeetje. Oké, dit is allemaal nog wel te doen. Maar ik maak me best wel zorgen straks voor de gym challenges. En voor de gevechten. Vechten natuurlijk met... Eigenlijk moeten we merch maken. Dat zou heel leuk zijn, denk ik. Oké, even hier de itempie pakken. Hoppakee, 3 pokeballs. En dan dit gevecht met het broertje van degene die aan het begin van deze route stond. Met zijn mooie Squawvertrui. En die heeft een Blipbukkie. Wat een baasje, deze Blipbukkie. Hoppakeetje. Ja, maar ja, het is natuurlijk een bug-Pokémon, hè. Dat is gesneden koek voor ons. Blipbukkies kunnen we wel verslaan. Hij heeft ook nog een Nicket. Die is level 7. Oké. I respect your Nicket. Oké, hij doet maar 2 HP amateur met zijn quick attack. Dat is niet heel veel. Dan doe ik ook even een quick attack. En dan slopen we Nicket. Heerlijk. Lekker bezig. En dan zijn we alweer aangekomen bij het huisje van professor Magnolia. En dit is een super lang verhaal over Dynamaxen. Dus dat gaan we lekker skippen. Daar had ik dus mooi even geen zin in. Ik pak wel even hier deze pokeball op. Oh, onze eerste great ball. Lekker. En dan ligt hier ook nog een itempje hier in deze emmer. En dan gaan we gelijk door met onze tweede battle met Hoppie. Yo, Hoppie. Ben je er klaar voor, jongen? Hij heeft al een extra Pokémon gevangen, zie ik. Hij heeft nog steeds zijn Wooloo. Hij heeft natuurlijk zijn Grookie. En wie heeft hij daar nu bij? Heeft hij een Rookie die gevangen? Ik denk het wel. Ik ga voor Rookie die. Ik weet niet meer zeker, maar ik dacht het wel. Let's go, Ronald. Oké, heerlijk. Meer dan de helft damage op Wooloo. Wooloo gaan we even tackelen. Wooloo is geburned. En dan kan ik het denk ik wel finishen met een quick attack. Let's go. Heerlijk bezig, Scorbunny. Ja, je bent goed bezig in deze aflevering. Ik ben tot nu toe heel erg blij met je, vriend. Leveltje 11 is hij nu ook al. Dat gaat helemaal top. Ik denk dat hij bijna een nieuwe aanval gaat leren. Grookie is level 8. Een paar leveltjes hoger, maar die kunnen we wel hebben. Want we hebben natuurlijk Ember super effective move. We hebben hem niet in één keer verslagen. Maar dat gaat wel goed komen. Oh, hij heeft ook een nieuwe aanval geleerd. Namelijk Branch Poke. Is niet erg effectief, maar is wel sterker denk ik dan Tackle. Terwijl Magnolia en Leon lekker toestaan te kijken hoe ik deze Grookie sloop. We zitten nu nog een beetje in de makkelijke fase van het spel. Echt strakjes met de gym leaders, jongens. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, kijk, hij heeft dus inderdaad een Rookie D. Maar die is pas level 5, dus die is eigenlijk super zwak. Arme Rookie D. Doet even een pack op mijn bakkes. Maar dat maakt niet zoveel uit. En dan met een quick attack is dit gevecht alweer over. En heeft mijn Scorbunny gewoon eventjes deze 3 Pokémon kaart gesloopt. Het is een bunny die scoort. Sorry voor de slechte grap. Ja, en vervolgens vallen er nu waarschijnlijk weer wat dingetjes uit de lucht. Oh, ja, zie je. Kijk, oh, hop, schrik er al van. Ja, ik kan de toekomst voorspellen, jongens. En dat zijn natuurlijk de Wishing Stars. En Magnolia maakt daar zo even een Dynamax band voor van ons. Kijk, hoppakee, de Dynamax band van Professor Magnolia. Nu kunnen we dus ook onze Pokémon Dynamaxen. Nu al, jongens, nu al. We zijn pas net begonnen met dit avontuur, maar we kunnen nu al Dynamaxen. Oké, vervolgens moeten we natuurlijk keihard naar het treinstation. Maar wacht even, volgens mij lag er ook nog hier iets achter het huis verstopt. Als ik het goed heb. Ja, kijk, hoppa, zie je? Een TM. Payback.
En dat is op zich wel een nice TM. Want de kracht van deze aanval wordt verdubbeld als je al een klap hebt gehad. Dus dat is super nice voor Pokémon die best wel langzaam zijn. Die altijd moeten afwachten totdat ze aangevallen worden. Ik vind het altijd wel leuk om mijn Pokémon playthroughs wat moeilijker te maken. In mijn Pokémon Sword playthrough ving ik natuurlijk alleen maar Galarian Pokémon. En dat vond ik gewoon leuk om de Galarian Pokémon te leren kennen. En nu dus deze challenge. En deze challenge is nog wel wat moeilijker hoor jongens. Nou Hoppy die doet heel stoer dat hij als eerste is aangekomen bij het treinstation. Knap hoor Hoppy. En dan pakken we even de trein naar het volgende station. En daar zijn onze moeders nog even om afscheid te nemen. Dag moeders. Wat een gezelligheid in het treintje. Lekker allebei op onze telefoon. Lekker sociaal ook. Oh ja, we moeten natuurlijk nu naar de Wild Area. Zouden we hier een vuur-Pokémon al kunnen vangen? Dat is best wel een goede vraag eigenlijk. We kunnen natuurlijk alleen nog maar in het onderste deel. Dus het bovenste deel kunnen we nog niet naartoe, want daar zijn de Pokémon veel te sterk. Als ergens de zon schijnt, op zijn felst in de Wild Area, dan zouden we volgens mij daar al een Growlithe moeten kunnen vinden in deze fase van de game. Dus dat zou best wel lekker zijn om even nog een Growlithe te vinden in deze aflevering. Hoppakee, honing. Oh, hier sneeuwt het in ieder geval. Laten we even op de map kijken. Schijnt ergens de zon heel fel. Volgens mij is dit niet het zonnetje dat we zoeken. Volgens mij moet die nog feller schijnen. Ah, dat is wel jammer hoor. Ik ga er in ieder geval gewoon doorheen lopen langs de linkerkant. Wie weet zien we toch wel een Growlithe lopen. Ik denk het niet, maar... You never know. In ieder geval zullen hier heel veel ijs-Pokémon te vinden zijn. Ja, kijk maar. Hier zo van die Vanillite, Vanilluxe, Vanny's. We zouden een Max Raid Battle kunnen doen. Maar ja, dat mag niet. Die Pokémon die mogen we niet vangen, want dat is het verkeerde type. Wat sta je hier trouwens te vissen? Het is mij nooit opgevallen dat hier iemand staat te vissen. We kunnen iets van haar krijgen voor 100 watt. Nou, is goed. Ik heb ontvangen 3 pearls. Oké, die kunnen we lekker verkopen. Dat is nice. Daar krijgen we lekker monies voor. Misschien komen we wel een vuur-Pokémon tegen in een van deze Max Raid Battles. Ik denk alleen dat wij veel te zwak zijn hiervoor. Nee, weer een water-Pokémon. No, er is geen Growlithe te vinden. Jammer, man. Ik had zo'n zin in een Growlithe in mijn team. Hier ook niet. Ik zag Bounsweet en Stuffles en Oddish. Oké, ik ben een beetje sad nu, jongens. Geen nieuwe Fire-type-Pokémon. Ik had het zo gehoopt in de Wilderia. Oké, laten we maar gewoon naar het volgende dorpje gaan, jongens. We zijn aangekomen in Motostoke. Oeh, kijk die poster van Gigantamax Charizard daar. En ik kan die niet krijgen in deze playthrough. Maar wat we wel kunnen krijgen zijn vuurogen. Dit was wel bij deze challenge, toch? Dat is wel ontzettend lelijk. Maar ja, we moeten dit gewoon doen. Ik kan niet anders in een Fire-type only challenge. Ik wil ook gewoon rood haar. Ik wil alleen maar rood. Gewoon volledig vuur wil ik. Oké, laten we ons haar ook nog even doen. Ik wil sowieso rood haar dan, hè. Bam! En we gaan gewoon voor lang kapsel. Lang haar. Kijk dit, wat een episch figuur. Nou, prachtig. Nee, we lijken wel een meisje. Nee, oké, ik ga toch voor ander haar. Dan geef ik nog maar een keer 3000 monies uit. Ik vind het haar verschrikkelijk. Ik hoop dat dit mooi is, jongens. Anders zijn we weer 3000 geld kwijt. Oké, dit is wel oké. Ik denk met een muts op dat dit wel nice is. Ja, dit is wel epic. Kunnen we ook nog ergens een andere outfit shoppen? Ik wil ook een andere outfit. Waar is dat? Oh, dat is gewoon hiernaast. Oké, eens even kijken. Hebben we iets met vuur? Deze winkel heeft nog niet echt hele epische dingen, volgens mij. Ik wil eigenlijk wel een ander shirtje, want nu zegt alles rood. Dat is ook weer niet mooi. Ik vind dit wel een lekker shirtje. Laten we deze kopen. Ja hoor. Gaan we nog voor een nieuwe broek ook dan? Witte broek is wel oké. Ja hoor. En weet je wat? We kopen dit petje ook nog even. Want het petje hoort er ook gewoon bij. Kijk eens jongens. Wat een heerlijke outfit hebben we gescoord. En die ogen, die zien er niet uit. Maar dat past wel bij deze challenge. En jongens, ik hoop dat jullie deze serie leuk vinden. Ik hoop in de volgende aflevering misschien wel mijn eerste gym badge te gaan halen. Doe even die blauwe duimpjes omhoog. En abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!